Well, the Bible said, if we bless the Jews, we will be blessed. Yeah. Yeah. So, bless you. Mooi. Zo, het straatteam is weer terug. Nou, geweldig, ik ben heel benieuwd. Ik wil gewoon heel graag van jullie horen even hoe het... eigenlijk twee vragen. Hoe de training voor jullie was, waarvan je zegt, hey, hier heb ik wat aan gehad. En de tweede natuurlijk, de getuigenissen van de straat. We doen het gewoon allemaal in één keer. Wie mag hier beginnen? Deze kant? Ja, wij zijn samen geweest, maar... Ja, oké, okay, kom. Als je wil, kom. Ja, yes, je kan. Yes? Shall I translate? Hebben mensen vertaling nodig of kunnen iedereen Engels? Wie kan er geen Engels? Nou, iedereen. You can speak English, I don't have to translate. Okay, so the questions were twofold. One, how was this day for you? What did it do for you? Did it help you or change you or your thinking or anything else? So that, and secondly, what happened on the street? So can I give you the microphone? Yep. Well, I guess we learned a lot today. First of all, the difference for me was like we have to directly speak about the problem, not asking God all the time, because that was what I used to do. On the street, I found it very difficult to reach people. Many were not really interested, but yeah, it was nice at least we could manage to talk to some people. And I guess we had at least three good conversations. Yeah. So yeah, that's it. All right, so... Shake it! That's the example I gave from the dog. You don't say, please be quiet. No. Very good. Very good example. Yeah. So, but it helped you anyway to go on the street and... No, but many things happened maybe, but it helped. To be a little bit more at ease to do it. Yeah, that helped. It was my first time, so it was scary. Yes. But I found it nice actually to do. Nice. So you're welcome on Saturday. Sure. Yeah. Thank you very Cindy much. Cindy also comes to you. Sorry. Cindy also comes to you. Yeah. I'll say, yes? Yeah. Same group. Yeah. That's us. Yeah. You're welcome. Yeah. Mooi. Dankjewel. Oké, mag ik jou vragen? Als jij was ook met dezelfde groep mee, heb je nog iets wat jij kwam iets later, maar heb je nog iets wat over de training wat je kwijt wil? Hoeft niet hè, want je bent later gekomen, dus dat is prima. Nee, nou ja, goed, wat ik. Maar als je wil, mag je hier wel even vertellen hoor. Ja. Ja, ik had ook nog even wat tijd voor mezelf nodig, dus ik dacht, ik kom gewoon wanneer ik denk dat het voor mij goed is. En ik heb al eens eerder bij conferentie en zo dat we ook daar onderwijs over kregen en dan voor elkaar gingen bidden. Dus het is niet helemaal nieuw. Ja. Was het goed voor je? Ja, was goed. Ja. Ook wat ik ook mooi vind is dat je zelf ook weer ziet van waarom het evangelie voor jezelf ook echt nodig is. Als je dat aan andere mensen gaat vertellen. Ja, dan besef je dat zelf ook weer meer. Ja. Het is voor ons net zo goed van toepassing als voor de mensen die wij aanspreken. Ja, dat helpt jezelf ook weer. Ja, en ik vond wel dat we een aantal mensen echt meer dieper konden doorpraten. Een jongen, bijvoorbeeld die heette Theo, die was wel geloofgoed goed, die kwam uit Roemenië. En die had wel, nou die deden nu niet zoveel meer mee. En die was echt wel, die wilde echt wel horen wat we te vertellen hadden. En die hebben we dus ook echt gevraagd om opnieuw een keuze voor God te maken. Ja. En dat wilde hij ook wel doen, alleen hij wilde dat liever in zijn eigen omgeving doen, thuis. Dus dat hebben we ook weer uiteraard gerespecteerd. Ja. Ik wil ook een aantal mensen, ik was niet overal bij me, maar ik werd op een gegeven moment nog gebeden voor een man die... Beroerte gehad. Daar stond ik even dan zelf even niet bij. Maar, dus heb ik ook nog wel voor een aantal mensen kunnen bidden. Mooi. Ja, dat is wel positief. Mooi. Is ook meteen praktisch gemaakt. Ja. Ja. Top. Dankjewel. Ja? Ja.
waren met het groepje, met wie was jij? Ik was met Martin. Oké. Okay. Met Martin op de stap. Kijk hoor, twee gesprekken bleef me eigenlijk een beetje bij. De ene gesprek was met een moslima. Dus die had een aantal vragen over Jezus. Toen heb ik het evangelie gewoon met haar gedeeld. En dat we Jezus nodig hebben als borg van onze zonden. Hè, want zij geloven wel in de boeken van Mozes. Hè, dus ik heb het uitgelegd, zeg maar, van als je in Mozes gelooft. Dan Mozes zegt van, er is geen vergeving zonder bloedstorting van zonden. Dus zonder vergieten van bloed. Ja. En daarom is Jezus gekomen. Voor onze zonde aan het kruis te sterven. Dus ik heb daar uitgelegd. En er zijn ook dingen die moeilijk zijn natuurlijk. De vragen die ze had ook over van is Jezus God? En als Jezus, beweegt Jezus hier op aarde en weer Jezus zelf als de Vader? Dus dat waren wel lastige vragen. Een goede vraag. Ja, dat waren ook hele goede vragen. En hele oprechte vragen ook van haar. En maar ja, mezelf kende, had ik vroeger ook altijd wel eens van die lastige vragen, maar uiteindelijk kwam God toch gewoon maar klaar. En is nog steeds, alle antwoorden meteen te ja, daarom, God is nog steeds met mij bezig. En ik kwam ook een andere jongen tegen. Die andere jongen die was een beetje opstandig. Want die zegt van, nou, ik dien liever de duisternis dan het licht. Dus die zegt, die dien liever Lucifer. Dus, maar nogthans, hebben we gewoon leven over hem gesproken. Ik heb echt naar Marcin, hè? Leven over hem, over deze man uit. Ja, nou ja, het is, hij was niet aan open voor hem, maar toch in het geloof uitgesproken, zeg maar. Van dat, gewoon leven uitgesproken. Mooi. En er kwamen nog andere dames op ons pad die niet voor hunzelf gebed vroegen, maar die vroegen gebed voor mensen die corona hadden. En dus er gingen op staat voor mensen binnen. Afstand. Op afstand gingen gewoon de namen noemen en de bestraffende ziektemachten. Mooi. En spreek gewoon genezing over deze namen of over deze mensen uit. En, nou, mooi. En God gaat verder. Mooi. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Mooie dingen. Ja. Nou, who's next? Ja? Ja, maar misschien heb je nog een aanvulling, dat kan. Dat was wel mooi te zien ook van Sam, die was voor de eerste keer mee, maar hij sprak ook echt zijn getuigenis aan deze jongen uit Roemenië, student. En dat raakte hem echt, maar Sam die is nou net bekeerd, dat is nog heel vers allemaal. Dus dat raakte die jongen echt, dat was wel heel mooi te zien. En hij zou vanavond de keus maken, thuis, zei hij. Hij vond het een beetje eng om dat op straat te doen. Nou ja, wie weet. En we hadden ook een mevrouw waar we voor konden bidden, niet voor haarzelf, maar voor haar man, die had kanker. En ze was snel even aan het winkelen, maar dan moest ze ook weer terug. Maar dan mochten we ook vrijheid voor bidden, dus kijken wat God doet in die personenleven. En een man, die had last van zijn handen, hij had een beroerte gehad. Hè? En hij merkte wel een verschil. Nou, ik zei, nou knijp me maar eens eventjes. Dus hij ging me knijpen en hij kneep best wel goed hard. Dus er was wel iets gebeurd, zei hij. En we hebben hem uitgenodigd om naar het leger des Heils te gaan. Want hij was vroeger wel gelovig. Ging nu wel met zijn ouders mee naar het leger des Heils. Dus we hebben hem uitgelegd waar het leger des Heils zit. Hij wist niet dat het nog in de stad was. Maar dat is nog wel steeds in de stad, vlak bij het ziekenhuis. Ja. Dan komen ze samen. Dus dat... Nou, daar wou hij nou allemaal toe. Dus we zijn benieuwd wat hij gaat doen. Bijzonder. Nou, wel mooi hoe dat doorwerkt. En zo zie je maar, dan ben je net bekeerd en dan heb je een getuigenis, hè? Altijd heb je een getuigenis, dat kan soms mensen al raken. Ja, ja, mag ik. Nou, ik was niet bij de training, dus daar kan ik niet zo heel veel over zeggen, maar het was vast heel erg goed. Ik zei in de pauze nog wel even tegen Patrick van, de meeste dingen weet je wel op zich, maar het is altijd goed om het weer eens te horen, want het gaat toch vaak weer een beetje wegzakken. Dus het is ook gewoon de herhaling, hè? Dat is, herhaling is de
kracht van de reclame, zeggen ze dan. Dus het is altijd goed om dat allemaal weer een beetje op te frissen. En nou, ik ging met Helma de straat op. En ze is nu al naar huis, want ze had andere dingen te doen. Dus we begonnen eerst wel met mensen aan te spreken over, of te vragen of we mochten bidden voor genezing. De microfoon is een beetje ja, voor een beetje, zo, een beetje voor oké. Okay. Zo. Hoor je mij nu nog? Ja. Oké, nou, dus we hadden twee dames benaderd in scootmobiel of rollator, met achter rollator, maar die hadden allebei geen gebed ontvangen. Dus wij hadden zoiets van, nou, je moet je natuurlijk niet te snel laten ontmoedigen daardoor. Maar we hadden zoiets van, we kunnen het ook combineren, gewoon met gesprekken, hè, het evangelie verkondigen. En dan de mensen vragen of ze iets hebben en dan voor ze bidden. Op een gegeven moment spraken wij een oudere mevrouw aan. En in eerste instantie leek ze heel erg tegen of negatief. En ze begon gelijk ja, best wel een beetje boos te reageren van, oh nee, dat is niks voor mij en ik heb van alles meegemaakt en waar is die God dan? En, maar toch bleef ze staan en we konden, ze begon ook heel snel al echt te huilen. Ze had echt heel veel pijn. Dus het was geen fysieke pijn, maar emotionele pijn. Ze had heel veel dingen meegemaakt. En toch was ze heel erg open. Daar kwamen we dan achter in het gesprek dat we eigenlijk gewoon heel veel konden delen met haar. En dat ze haar hart helemaal opende eigenlijk voor God. En toen vertelde ze dat ook een buurvrouw, ze woonde in de Castor Flat, volgens mij is dat hier ook vlakbij. Die had haar ook al eens dingen verteld over God. En ja, zij wou een kaartje aannemen ook van deze gemeente. En ik heb mijn telefoonnummer gegeven. En uiteindelijk ging ze heel blij en heel dankbaar weg. Want ze zei, er is zoveel slecht nieuws. Er is zoveel ellende in deze wereld. En jullie komen met iets heel anders. En dat geeft mij toch weer hoop. Dus dat was echt heel erg mooi. Dus ze draaide helemaal om in het gesprek. En toen hadden wij koud. En we dachten, we gaan even een rondje binnendoor. En dan lopen we dan weer naar buiten. En toen zag Helma een jongen bij de ingang van de HEMA. Die stond daar een sigaretje te roken en energy drink te drinken. Maar we liepen gewoon door. Maar toen zei ze tegen mij, als we weer daar langs lopen, we gingen zo een paar keer dat rondje doen. En hij staat er nog, dan wil ik hem toch even aanspreken. Want ik denk dat ik hem moet aanspreken. En toen, bij de volgende keer dat we daar langs kwamen, toen stond hij er nog. En toen hebben we hem dus inderdaad aangesproken. En bleek een jongen, half Molukse jongen, Marcus heet hij. Woont in de Plutolaan, dus hier. Hij ging ook al op woensdagavond hier naar de gemeente, want ze hebben nu het zijn twee evangelisten volgens mij, die komen hier op woensdagavond, die doen een soort van, ook bijbelonderwijs geven ze, daar ging hij dan wel eens naartoe. Hij kent ook iemand die hier bij ons, bij Hidde en mij, in deze gemeente zit, Wijnand, onze pianist, die kende hij ook. Hij was ook al tot bekering gekomen, maar er waren wat dingen gebeurd waardoor hij weer wat was afgezakt en afgezwakt. Hij zei, er zijn dingen die mij tegenhouden. Dus dan, toen vroegen we, mogen we daar dan voor bidden? Ja, dat vond hij goed. Maar hij wou niet zo waar iedereen langs liep. Dus we zijn eventjes wat het steegje ingelopen waar verder niemand was. En toen hebben we voor hem gebeden, voor bevrijding. En ook hem gezegend met gewoon vrijheid en vrede en liefde van God en kracht. En hij ging helemaal als een veranderd persoon eigenlijk weer weg. We hebben onze telefoonnummers uitgewisseld. Of ik had eigenlijk mijn telefoonnummer gegeven. En heel vaak hoor je dan niks terug van iemand. Maar toen ik hier net binnenkwam, ik heb hier wifi buiten niet. Toen had ik gezien dat hij mij al toegevoegd had. En gezegd van nee, groetjes. En het was leuk om met jullie te spreken. Dus we hebben nu ook zijn telefoonnummer. Dus we kunnen ook vervolgen. Follow-up doen met deze jongeman Marcus. Dus, ja, het was eigenlijk heel goed. Er was niet zo heel veel binnen voor genezing. Niet tenminste fysieke genezing, maar wel meer emotionele en mentale genezing. Dat is natuurlijk ook enorm belangrijk. Ja, genezing, hè. Geest, ziel en lichaam. Uiteindelijk. Ja. Daar spreken we leven over. Mooi, mooi. Echt maar. Ja. Samen met Anita op stap. En dan ben ik toch een mens met een rollator, die markeren niks. Zijn we achtergekomen. En die hadden ook heel veel haast.
Maar we hebben toch voor een jonge man mogen bidden, die had s'avonds vaak hoofdpijn. En dat was een heel kort gesprek, maar toch dat hij zijn hoofdpijn niet meer terug zou komen. Dat hebben we ook samen uitgesproken. En zijn oude man tegengekomen, die had iets spierziekte of iets in zijn enkel. Zijn voeten. En was een gelovig iemand. En hij zei gelijk van, ja maar niks helpt. Nou zeggen wij volhouden van, het gebed helpt en geneest. En zal genezen. Ja. En hebben we ook samen mogen uitspreken. Ja, heb ik misschien nog wat? Hij heeft ook jou hier. Was de training voor jou? Nou, de training was ook heel goed. Dat duidelijk en goed uitgelegd. Dat, ik weet wel heel veel, maar... Het helpt toch weer. Ja, het helpt weer. Ja, mooi. Het was voor ons allebei de eerste keer op straat echt. Samen. Nou, knap. Ja. Oh, mooi. Ja. Heel goed. Volgens mij hebben we iedereen wel eens een beetje gehad voor nu. Prachtig wat er allemaal gebeurd is. Ik denk dat het leuk is om zo praktijk en theorie te combineren. En je leert gewoon elke keer weer als je de straat op gaat. Dus dat blijven we gewoon doen. En dat blijven we gewoon volhouden. En nogmaals, het is echt... Wil je hier dit sterk blijven houden in je leven? Ja, dan is het de grootste tip is gewoon te blijven doen. Ja. En niet ingewikkeld hoor. Al heb je maar een paar mensen waar je mee doet. Je hoeft niet meteen 10 mensen op straat te gaan. Nee, als je gewoon met z'n tweeën. In het begin ging ik ook heel vaak met mijn vrouw. En gewoon samen op pad. En dan gewoon maar kijken wie je tegenkomt. En je moet elke keer over die drempel. Wat eigenlijk het meest je eigen angst is. En dat snap ik. En dat heb ik ook nog wel. Hoe vrijmoedig ik ook ben. Soms moet ik ergens over een drempel stappen om gewoon naar iemand toe te gaan. En als je dat doet, dan zie je, tot nu toe hebben we allemaal gezien, je hebt altijd een gesprekje. En soms is het kort, soms is het langer. En soms worden mensen geraakt. En dat is zo mooi, dat je gewoon in beweging bent en dat gewoon gaat doen. Dus mijn bemoediging, ik ga iedereen die hier aan meegedaan heeft, over een paar weken eens even een mail sturen. Gewoon eens even van je te horen, hoe is het gegaan? Heb je nog wat meegemaakt? Dus wil je een verhaal naar mij hebben over een paar weken? Nou, dan weet je wat je kunt doen, hè? Nou, in beweging komen. En wij willen ook met liefde een keer ergens naar Hogeveen of naar Zwolle komen of waar dan ook. Als je zegt, we willen met de mensen op de straat wat proberen, geen probleem. Assen, mag ook. Dan kunnen we daar ook een keer heen, dat is ook geen probleem. Dat doen we met liefde. Hidden? Ja, hè?